Lieve kijkers, vandaag ga ik samosa's maken. Samosa is een Hindoestaans snackje. Heel lekker. Ik maak kleine roti's en dan ga ik dat nog vullen. Het is heel simpel om te maken. Kost wel wat tijd, maar als je klaar bent, dan heb je voor een tijdje lekkere samosa's in de vriezer. Want in één keer maak je iets extra en daarna kun je genieten van je samosa's. De samosa die eet ik met ketchup, met wat peper erin. Lekker. Vulling is goed. Deeg is goed. Lekker krokant. Precies zoals het moet. Je kunt hierna de video bekijken hoe ik het gemaakt heb. Ik zou zeggen, probeer het een keer op mijn manier. Het is echt lekker en zeker een aanradertje. Tot de volgende keer. Vergeet niet om te liken, abonneren en eventueel een reactie achter te laten. En dan zeg ik tot de volgende keer. Dag! Voor de vulling van de samosa heb ik nodig mais, doppertjes, zonnebloemolie, zout, zwarte peper, aardappelen, ui, bosui, selderij, kousenband en kip. En voor het deeg heb ik nodig patentbloem, zout, boter en lauw water. De kip heb ik alvast aan de kook gebracht. Deze ga ik straks pluizen. Allereerst ga ik het deeg kneden. En terwijl die dan op een warme plek gaat rijzen, ga ik de vulling klaarmaken. Ik heb het deeg zacht gekneed. Dat het nog een beetje plakkerig is, doe ik een beetje meel in mijn hand. En dan maak ik een bol. Mijn deeg is heel zacht geworden. En dit laat ik nu op een warme plek rijzen. Dit laat ik minimaal een half uur rijzen. In de tussentijd maak ik mijn vulling klaar. Folie eroverheen en op een warme plek leggen. Ik ga nu de aardappelblokjes frituren. Terwijl deze aan het frituren is, ga ik de kip pluizen. De uitjes frituur ik mee. Ik heb nu de helft van de aardappelen gedaan, dus ik doe de helft van de uitjes erin. En als die andere helft straks gefrituurd wordt, dan doe ik de rest van de uitjes erin. Dan zijn de uitjes ook meegebakken.
na een minuutje of twee bakken, doe ik de pausband erbij. Zout erbij. Met de peper erbij. Nu voeg ik de rest toe. Nou, dit ziet er zo mooi uit. Maar behalve dat het er mooi uitziet. Dit is zo een lekkere vulling voor de samosa. Vroeger maakte mijn moeder dit. En ik heb het van mijn moeder geleerd. En ik probeer het ook op haar manier te maken. En het is echt ons recept. Wij maken het op onze manier. Als dit alles gemixt is, dan kun je na een paar minuten het vuurtje uitzetten. Mijn vulling is klaar. Ik laat dit afkoelen. Ik ga nu de kleine roetjes maken waar de vulling in gaat. Ik heb nodig bloem, een deegrol natuurlijk en, kijk eens, het deeg. Helemaal zacht. Echt heel mooi. Nu ga ik de bolletjes maken. En je weet het, om te voorkomen dat je hand plakkerig wordt, wrijf je altijd een beetje meel. En dan maak je kleine bolletjes zo. Ik strooi wat bloem over mijn aanrecht. Want ik wil niet dat de bolletjes daar gaan plakken. En daar komt het eerste bolletje. Je ziet het zijn geen mooie ronde platen geworden, maar dat geeft niet, want ik ga straks wel mooie vormpjes maken. Gewoon even aan allebei de kanten warm maken. Hij verandert een klein beetje van kleur. Het moet niet bruin worden. Dit is zo goed. Volgende. Zo, het is klaar. Nu kan je ze ook op elkaar stapelen. Ze plakken niet aan elkaar. En dan kun je makkelijk je vormpjes maken en gaan vullen. Als ik ga vullen, moet ik ook gaan plakken. En om te plakken ga ik een beetje bloempap maken. Ik heb een beetje water in een kommetje gedaan. Doe er wat bloem in. Even roeren. Moet een soort lijm worden en dat gebruik ik dan om te dichten. Het moet zo dik zijn. Je hoeft er niet heel veel te gebruiken. Je hebt gewoon steeds heel weinig nodig om te plakken. Ik laat even zien hoe ik de vellen ga snijden. Ik doe een paar voor. Nou. De helft van elke vel. Probeer het eigenlijk zo goed mogelijk te verdelen. Ik heb niet allemaal
precies dezelfde vormpjes. En het is niet allemaal heel mooi rond geworden. Dus ik snij ze één voor één. En dat is eigenlijk beter. Op de helft van de snijrand doe ik een beetje van de bloem. Ik vouw dit over de andere heen. En dan ga ik straks hierin vullen en dan deze rand afplakken. En dan zie je dat ik eigenlijk zulke vormpjes heb gekregen. Dus de helft van het afgeknipte randje afplakken. En dan gaat het flapje over die andere helft heen. En dit is de vorm. Het is klaar nu en ik ga het nu vullen. Dan weer over het randje een beetje van die bloempap. De lijm dus. En die plak ik. Heb je het geplakt, dan kun je daarna met een vork het randje even aandrukken. En dit is mijn samosa. Dit wordt straks gefrituurd. Ik ga hieruit een aantal frituren. En de rest doe ik in de vriezer. Beide kanten lichtbruin bakken. Dan kun je met ketchup lekker eten. Dit is de kleur wat je moet hebben. En niet bruiner. Wat ik ook doe is in diepvrieszakjes een aantal erin regelen en dan kan je dat ook zo invriezen.